know, man. Okay. Maybe you can read it for me. It's a Mandalika circuit. Mandela circuit? Mandalika. Mandalika. Mevrouw, zou ik bed gestapt? Kijk maar even. Het is gelukt. Ready? Yes. Bijna. Ready. Jij ook? Yes. Oké dan. Naast de propeller, in plaats van de motor. Yes, over Lombok. En nu? Geen idee. We hebben nog geen overnachting. Dus dat gaan we uit. Ja, en nog niks gepland verder. Dus we gaan het zien. Really bad. Ja, mevrouw trainen genoeg. Wij wilden voor de eerste keer nog niet boeken, maar dan wel naar de overnachting toe gaan en dan afdingen. Dus hadden we een chauffeur die zou ons naar Kuta brengen. Ja. En daar hadden we online overnachting gezien en dan gingen we dan daar gingen we afdingen. Ja. Bij aankomst bleek de overnachting gewoon een beetje verrot te zijn. Nou ja, toen, want we hadden wel een beetje vooraf gekeken naar wat er allemaal was. Ja. En we zagen een andere, die zag er ook heel goed uit op de foto's, ook wel goedkoop. Dus hadden we gevraagd of hij ons daar naartoe wilde brengen. Wilde hij wel, heel aardig van hem. Dus eigenlijk vanaf Kuta weer terug naar het vliegveld en dan naar onze bestemming, 40 minuten. Nou, die bestemming, we zagen de hele bestemming niet eens, want hij reed weer een of ander gaar straatje in. En dan moesten we een stukje omhoog, dus een halve heuvel op. En dan splitste de weg in één keer in zo'n... Waarvan? Eentje naar beneden en eentje omhoog. En die eentje omhoog had niet, die had twee losse paden. Ja. Dus we reden eerst gewoon rechtdoor, maar dat bleek het niet zijn. Dus we moesten terug en dan moesten we omhoog. Dus hij reed omhoog. Stond die auto scheef op het pad. Ja, niet zo goed. En toen kwamen we bovenaan, dan was het alleen maar een stuk rond. Ja. Dus hij heeft ons naar een 4-sterren resort gebracht. Ja. Ja, dus al met al probeerden wij zo goedkoop mogelijk te gaan en zoveel mogelijk af te dingen. En hebben wij uiteindelijk duurde betaald. 400.000 aan taxi. Ja, dan ja. Ja, en dit een nachtje resort is wat we normaal voor 4 nachten doen. Verder klagen we natuurlijk niet, want we zitten lekker aan zee. Beetje moe, hè? Beetje. Het is ook weer vroeg vandaag. Waar zijn we? De haven van
Bangsal zijn we nu aan het wachten totdat we op de boot kunnen. Ons bootje. Hallo. Hoi. We zijn aangekomen op een van de Gili-eilanden. Ja. Hoe heet deze? Gili Travagan. Wat vind je ervan? Travagan. En we hebben nu ons plekje. Eindelijk. Ho, ho, ho. Ging heel soepel. Iets verder van de main road. Maar het is wel prima. Een super mooi plekje. Zo, wij zijn lekker op de fiets op onze eerste Gili-eiland, Gili Travagan. Nu gaan we lekker fietsen. Ja, lekker even rondje om het eiland. Ongeveer iets of twee is dat. Als je zonder stops. Zonder stops, ja. Maar wij kijken even waar we stoppen of niet. Lekker toeren op de fiets. En toen hield het pad alweer op. Dit was geen succes, toch? We kunnen het niet vinden. Er schijnt hier een bunker te zitten van de Tweede Wereldoorlog. Maar waar? Geen idee. We zijn helemaal omhoog geweest. Kon je uiteindelijk uit bij prikkeldraad. Maar verder weten we het niet. Gaan we even lekker eten, of niet? Vanida. Vanida. Selamat makan. Veel, hè? We hebben weer een helder maaltijd voor vanavond. Het ziet er goed uit. En wat gaan wij doen vandaag? Een snorkeltripje. Ja, dit is beter. Wow, hier worden we zeeziek van. Deze maak is geen koop.
Het verschil moet er af en toe zijn. Toch? Zeker. Zo hoort dat dan. Lekker eten. Daar zijn we weer. Precies dezelfde plek. Om de bunker te zoeken. Maar nu denken we dat we hebben gezien waar we heen moeten. Via een blog van iemand. En ik heb even een lange broek aangedaan. Voor de beestjes hier. De helft ligt ook los. De tempel. Dilemma. En hoe was het daar? Overwoekerd. Met gras en zo. Dus je kon niet echt wat zien. Dit wou dus niet. Dus nu gaan we naar de andere kant. Daar zijn we gisteren ook al. Aan de andere kant en hier zou dus een pad moeten zijn, hè? Ja. Zie je? Nee, er is geen pad hier. Kom maar. Ik zie wel geiten. Meneer heeft 2 cocktails, want het was natuurlijk wel 1 plus 1. Cocktail. Echte Hollander. Niks behassen. Grapje, ik heb hem toch geclaimd. Jammer, hè? Ja, helaas. Toch niet zo Hollands als ik dacht.